Het Glazen Café Bornebroek is de lokale editie van het Glazen Huis van 3FM. Dit jaar werd het Glazen Café weer gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel. Peter, dit is niet jouw eerste keer in het Glazen Café. Hoe gaat het deze keer? Nee, inderdaad. Het is mijn tweede keer deze editie. En de vorige editie was zwaar, maar wel te doen. Dit jaar op zich hetzelfde. Ik moet wel zeggen dat enkele shakes me tegen zijn gevallen. Ik heb er ook één echt laten staan. Die kwam niet door mijn keel heen. Maar voor de rest gaat die lekker, ja. Wat zijn de overeenkomsten tussen vorig jaar en dit jaar? Of misschien verschillen? De tussenstand ten eerste is aardig hetzelfde. Vergeleken met vorig jaar ongeveer rond de 3000 euro. En dit jaar hebben we nog een paar hele mooie andere opbrengsten erbij gekregen. Dus qua bedrag gaat het de goede kant op. Qua activiteiten, ze zijn allemaal weer net zo energiek als vorig jaar. De basisschoolleerlingen die hebben ons flink wakker gehouden en de energie erin gehouden. Dat helpt wel. Dus. Nou, onder andere die basisschoolleraren stonden op het programma. Wat staat er nog meer op het programma van het Glazen Café? We hadden donderdagavond de pubquiz. Dat was ook een hele leuke quiz met allerlei algemene vragen die ook weer wat geld op heeft geleverd. Die basisschoolleerlingen kwamen vrijdagochtend dus. Vrijdagavond hadden we de dames van Kim Salabim. De kapsalon, die hebben 529 euro bij elkaar geknipt. Geheel vrijwillig. Heel mooi bedrag. Daarna kwam DJ Bram Wijs nog langs om een setje te draaien. En toen was het echt groot feest hier. Vanmiddag hebben we dat toernooi gehad. En vanuit de kerstmarkt werden er ook nog loten verkocht voor de verloting die morgen plaatsvindt. Dus tal van activiteiten. En dat gaat goed met de opbrengst van het geld, denk ik zo. Ja, het is even wennen dat je zonder vast voedsel moet, maar het is wel vol te houden op de shakes. Zijn de shakes wel lekker, want je hebt er net eentje weer gehad? Deze was met komkommer, maar gisteren hebben we er eentje gehad, daar zat tomaten in, tabasco en nog wat, maar die was echt niet te pruimen, die was echt ranzig. En wat is jouw connectie met het Glazen Café? Ben je er vorig jaar ook al geweest? Of? Ja, dus eerst jaar als DJ, maar ik ben de andere jaren wel geweest als organisatie en geholpen op de achtergrond. René, dit is jouw eerste keer. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, ik moet zeggen, het gaat naar verwachting veel beter dan dat ik eigenlijk eerst had gedacht. Ik had wel gedacht van dat er wel een keer een dipje zou komen, maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Dus op die shakejes die we krijgen. Ik maakte ze eerder, eerste twee jaar heb ik ze zelf gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik kan het echt wel goed volhouden. Ja, nog een kwart en nog een kwartslag en daar zijn ze. Mag ik een daverend applaus voor de vier mensen van het Glazen Huis? Oké, let's go take some shots. Hey, welkom in de bewoonde wereld. Welkom Peter, welkom Sander. Welkom allemaal. Hier komt het bedrag. Het eindigt op een 2, een 3, ik neem aan dat het centen zijn, een 7, een 1, een 0. 12.017 euro en 32 cent.